De heer Baudet. U moet dat knopje ingedrukt houden. Forum voor Democratie steunt dit verzoek van onze beoogde premierskandidaat. Nee, nee. Die steun hoefde ik niet, voorzitter. Heeft u ook erbij gezegd dat het ook gaat om stemmingen vanavond? Ja. Oké, dan heb ik dat even gemist. De heer Anne Mulder. Steun. Mevrouw Maaier. Steun voor dit verzoek van de PVV. De heer Van Rooyen. Namens de fractie 50+. De heer Bisschop. Namens de SGP steun. De heer Kuzu. Als het CDA dat per se wil, vooruit. De heer Voordewind. Steun namens de ChristenUnie. Mevrouw Ouwehands. Steun. Nou moeten we opnieuw tellen hoe die meerderheden hier uitzien. Volgens mij is er een meerderheid, ja. Meneer Omtzigt. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu. Voorzitter, het gaat over de voorlopige kamerindeling. Gisteren hebben we ook in een aantal artikelen in de media gelezen dat wij daar bezwaar tegen aantekenen. En we zouden de gevestigde politieke partijen willen vragen om ruimte te maken voor nieuwkomers. En aanstaande dinsdag het presidium willen meegeven dat er op zijn minst wordt rekening gehouden dat een fractie aan een gangpad zit. En ik neem aan dat dat niet te veel gevraagd is. Volgens mij is hierover uitgebreid overleg gevoerd over de zaalindeling. Daar bent u ook nauw bij betrokken. En als u bezwaar heeft, dan moet u dat bezwaar bij het presidium indienen. En dan gaat het presidium daarover besluiten. Zo ligt het ook vast in het reglement van orde. Voorzitter, dat is precies het punt. We zijn er nauw bij betrokken geweest en we zien dat het ten koste gaat van de nieuwkomers. En dat is het punt wat ik hier ook plenair gemaakt wilde hebben. Dank u wel. Dan geef ik nu mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Er voltrekt zich in Groningen een ramp in slow motion. De hoeveelheid aardbevingen rond het gebied in Loppersum is weer enorm toegenomen. En we hebben ook recent vernomen dat daar 1 miljard kuub gas gewonnen is. Over deze problematiek en over de schade die daar nou veroorzaakt wordt en het leed voor de mensen in Groningen, wil ik op korte termijn een debat met de minister van Economische Zaken aanvragen. De heer Bosman, VVD. Ja, voorzitter, de berichten zijn zorgelijk, maar het is wel verstandig dat we weten wat er precies aan de hand is. Dus mijn voorstel zou zijn om een brief te vragen aan de minister met daarin duidelijk of er oorzaken zijn of er relaties zijn, om op die manier een zorgvuldig debat te kunnen voeren. Dus mijn voorstel is een brief en dan na de brief een debat. Mevrouw Agnes Mulder, CDA. Ja, voorzitter, het CDA heeft er ook vragen al over gesteld. Dus we hopen dat die vragen ook voor het debat in ieder geval beantwoord zullen gaan worden. Het CDA steunt dit debat. En voorzitter, het kan toch echt niet zo zijn dat op deze manier die waakvlamstand zo wordt ingekleed door de NAM. Dat was niet de afspraak, is ook niet het advies van de Raad van State geweest. De heer Wassenberg, Partij voor de Dieren. Van harte steun voor een debat en ook prima als er een brief komt, maar van harte steun voor het debat. Mevrouw Dick Faber, ChristenUnie. Voorzitter, de ChristenUnie wil inderdaad graag een brief van de minister waarin duidelijkheid komt over de zogenaamde waakvlam. En ik steun het debat van harte. De heer Graus, PVV. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, Kamerleden die nu nog niet weten wat dan anders hebben, een huiswerk niet goed gedaan. En van harte steun. De heer Dijkgraaf, SGP. Voorzitter, de SGP steunt brief en debat, want het is wel een hele bijzondere uitleg van de waakvlam. Mevrouw Beckerman. De SP-fractie steunt de aanvraag voor het debat. En wij denken dat het problematisch is hoe wordt omgegaan met de uitspraak van de Raad van State. Mevrouw Sazias, 50+. Ook 50+ steunt het verzoek tot dit debat. De heer Usturk, Denk. Ja, Denk. Ook Denk steunt het verzoek. Mevrouw van Veldhoven, D66. Voorzitter, volgens mij sloten we de vorige periode af met een debat over Groningen en de steun van D66 voor ook dit verzoek en ook steun voor de brief. De heer Nijboer. Voorzitter, een waakvlam is niet doorpompen. De PvdA-fractie steunt het debat. Mevrouw Van Tongeren, u heeft de meerderheid voor het houden van een debat. Dus dan gaan we daar in de planning rekening mee houden. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dan geef ik nu de heer Geurts namens het CDA het woord.
Voorzitter, in de media verschijnen diverse berichten over invoer van bedorven voedsel uit Brazilië. Er zijn een heel aantal lidstaten die de import van voedsel uit Brazilië ook hebben geblokkeerd, behalve Europa. We weten dat Nederland een grote plek is waar veel voedsel naar binnen komt vanuit Brazilië. Ik wil graag opheldering van het kabinet hoe dit nou zit en een debat. Mevrouw Lodders, VVD. Ja, voorzitter, een brief lijkt me een hele goede zaak om daarna te beoordelen of we een debat zullen steunen. Mevrouw Pia Dijkstra. Voorzitter, steun voor een brief en voor een debat. De heer Dijkgraaf. Voorzitter, het lijkt me serieus genoeg om beide te doen, de steun voor brief en debat. De heer Futselaar. Dank u, voorzitter. De SP-fractie deelt de zorg over voedselveiligheid. Wij willen graag een brief van de staatssecretaris, maar vragen ons af of het niet logischer is om die te krijgen voor volgende week de commissievergadering over de Landbouw- en Visserijraad. En dan te kijken hoe we verder gaan. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, op zich steun voor het verzoek. Landbouw- en Visserijraad is niet handig, want daar zit de minister van VWS niet bij. En ik steun het verzoek van het CDA om met die minister het debat te voeren. Steun voor de brief. Het kan ook in een algemeen overleg, als dat sneller kan. Mevrouw Dick Faber. Voorzitter, steun voor het verzoek. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, ik zou graag heel korte termijn een brief willen, want dan kunnen we daarna met elkaar bepalen of dat debat en in welke zaal die kan plaatsvinden. De heer Graashoff. Steun voor brief en debat. De heer Azarkan. Namens DENK steun voor de brief en daarna kijken of een debat noodzakelijk is. Meneer Geurts, u heeft geen meerderheid. Maar wel voor een 30-leden debat, maar laat ik dat niet aanvragen, voorzitter. Laten we dan gewoon kijken als de brief komt, waar we hem gaan behandelen in algemeen overleg, denk ik. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Voortman, namens GroenLinks. Voorzitter, ondanks alle inspanningen blijft het aantal kinderen dat in armoede opgroeit hoog. Dat bleek uit een rapport dat gisteren verschenen is, een rapport dat geschreven is door de Sociaal-Economische Raad. En GroenLinks zou graag een kabinetsreactie hierop willen en een debat hierover met de staatssecretaris van Sociale Zaken. De heer Jasper van Dijk. Steun van de SP. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, en steun van D66. De heer Van Dijk. Voorzitter, steun voor het debat, zijn zorgelijke ontwikkeling. Mevrouw Van Brink. Steun van 50+. De heer Kuzu. Van harte steun van DENK, voorzitter. Mevrouw Schouten. Voorzitter, steun. Ik zou ook wel gewoon een reactie van het kabinet daar ook op willen. En daar ook, zodat we daar ook nader op in kunnen gaan wat zij met het rapport en met de aanbevelingen ook doen. Mevrouw Nijkerk en de Haan. Voorzitter, wat VVD betreft, eerst een brief en daarna kijken. De heer Dijkgraaf. Voorzitter, steun. Ook steun voor een brief. En ik zou daar graag bijzondere aandacht voor willen voor de positie van eenverdieners. Omdat eenverdienende mensen extra problemen hebben wat betreft armoede. Mevrouw Ardissen namens de Partij voor de Dieren. Steun namens de Partij voor de Dieren. De heer Pieter Heerma. Steun voor een brief en dan na aanleiding van de brief kunnen we kijken waar het best besproken kan worden. Nee. Net geen meerderheid. Dat is jammer, voorzitter. Dan wachten wij de kabinetsreactie af en dan kan het zijn dat ik mij hier weer meld. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Tot slot, de heer Van Rooyen. Namens 50+. Mevrouw de voorzitter, in PensioenPro en het Financieel Dagblad van vandaag lezen wij dat de eurozone de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels gaat onderzoeken en dat hiervoor een benchmark wordt ingevoerd. De collega's van VVD en Partij van de Arbeid hebben zeer onlangs in een schriftelijk overleg over ECOFIN enkele vragen gesteld over deze benchmark en daarvoor op te stellen. Common principles. In zijn reactie geeft de minister van Financiën zeer sumier aan dat pensioen een nationale aangelegenheid blijft en dat de benchmark nuttig kan zijn. Meneer Van Rooyen. Ik kom aan het verzoek. Dank u wel. Deze algemene en sumiere formulering van die minister, die ik niet heb uitgesproken, stelt ons in ieder geval onvoldoende gerust. En wij vragen een uitvoerige brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken met een grondige toelichting en onderbouwing. Ze vraagt om een brief. Oh, een debat. Dank u wel. Wie hierover? De heer Nijboer. Ja, dank voorzitter. De heer Van Rooyen wijst terecht op het schriftelijk overleg waar 50PLUS niet aan deelnam. We hebben volgende week een AO-Eurogroep, daar kan dit prima worden besproken. Geen steun voor dit debat. De heer Baudet.
Lijkt ons een uitstekend onderwerp. Het is iets waar we ons grote zorgen over maken. Dus prachtig idee. De heer Harbers. Voorzitter, geen steun, want volgende week donderdag 30 maart is er al een AO-ECOFIN waar dit prima bij past. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, prima om over te praten. Dat kan in een debat, maar ik denk dat de suggestie om het snel bij het AO te doen zorgt dat het nog veel sneller kan. De heer Azarkan. Vanuit denk ik ook steun, voorzitter, voor dit goede voorstel van 50PLUS. De heer Dijkgraaf. Voorzitter, steun voor de brief. Maar als het volgende week sneller kan, zou het nog mooier zijn. Maar als dat niet, daar kan steun. De heer Tony van Dijk. Ja, voorzitter, steun voor de brief en ook steun voor het debat. Want in Brussel hebben ze het al lang al voorzien op onze pensioenen. Mevrouw Leijten. Voorzitter, de SP steunt zowel brief als verzoek tot debat. De heer Van Raan namens Partij voor de Dieren. Steun van de Partij voor de Dieren voor brief en debat. Dank u. Mevrouw Schouten. Voorzitter, een brief lijkt me prima, maar het lijkt mij het snelste om het volgende week bij het AO-ECOFIN te betrekken. Dus dat zou mijn voorkeur ook hebben. De heer Omtzigt. Voorzitter, steun voor brief en steun voor debat. Tenzij de heer Van Rooyen vindt dat hij het snel wil doen, want dan moet hij het bij het AO-ECOFIN doen. De heer Eustiel. Voorzitter, steun voor brief en debat van GroenLinks. Dank u wel. Meneer Van Rooyen, u heeft een meerderheid voor het houden van een debat. Verder stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van de werkzaamheden.